Vandaag een antwoord op de vraag van Menno. Menno heeft altijd gedacht dat wanneer je regelmatig en intensief sport en je spieren daardoor wat beschadigd raken, dat je spieren dan wel kunnen zullen herstellen van schade en dat je ook spiergroei kan bereiken wanneer je met je voeding voldoende eiwitten. Dat zijn namelijk de bouwstenen waaruit je spieren zijn opgebouwd. Spieren zijn namelijk spierweefsel is eiwitrijk weefsel. Menno heeft dus altijd gedacht dat zolang en wanneer je intensief sport in je spieren regelmatig wat beschadigd raken, dat dan wanneer je die bouwstenen van je spieren, die eiwitten maar voldoende aanlevert, dus wanneer je maar voldoende eiwitten opneemt in je voeding, dat dan beschadigde spieren na schade wel kunnen herstellen en dat je ook spiergroei kan bereiken. Maar, nu heeft Menno onlangs begrepen dat, op het moment dat jij eiwitten opneemt in jouw voeding en dus eiwitten in jouw spijsverteringskanaal laat belanden. Maar de vertering, dat wil zeggen enzymatische splitsing van die eiwitten, polypeptiden, tot kleinere delen aminozuren, verloopt niet goed in jouw spijsverteringskanaal. Ja. Dan kunnen die aminozuren, zullen die aminozuren niet opgenomen worden in je darmwand, niet opgenomen worden in je lijf, kan geen enkele andere cel in je lichaam, in je spiercellen dus ook niet, daarover beschikken, kunnen cellen elders in je lijf en je spiercellen dus ook niet, geen nieuwe eiwitten vormen, waaronder spiereiwitten, omdat ze daar die bouwstenen, die aminozuren voor nodig hebben. Menno begrijpt dus dat je enkel herstel van schade aan spierweefsel kan bereiken en ook enkel spiergroei kan bereiken wanneer de vertering, dat wil zeggen enzymatische splitsing van eiwitten polypeptiden tot kleinere delen, aminozuren, in jouw spijsverteringskanaal goed verloopt, want enkel dan kunnen de spiercellen in jouw lijf ook eiwitten verteren, splitsen tot kleinere delen aminozuren, kunnen je spiercellen beschikken over aminozuren? Zijn je spiercellen in staat om nieuwe aminozuurverbindingen, nieuwe eiwitten te vormen? Zijn je spiercellen in staat om nieuwe spiereiwitten te vormen? Kan schade aan spierweefsel hersteld worden, kan spiergroei bereikt worden. Maar niet wanneer de vertering, enzymatische splitsing van eiwitten, polypeptiden tot kleinere delen aminozuren in jouw spijsverteringskanaal al niet goed verloopt, want dan kan de vertering, enzymatische splitsing van eiwitten tot kleinere delen aminozuren in de spiercellen in je lijf, en daar heb je er best wel veel van, niet goed verlopen. Ja, en dan kunnen die spiercellen echt niet nieuwe aminozuurverbindingen, nieuwe eiwitten, nieuwe spiereiwitten vormen. Kunnen je spiercellen echt niet herstel van schade gaan bewerkstelligen, want daar hebben die spiercellen die aminozuren voor nodig, die nooit aan zullen komen in jouw darmwand, nooit aan zullen komen in jouw lijf, zolang en wanneer de vertering, enzymatische splitsing van eiwitten, polypeptiden tot kleinere delen niet goed verloopt. Dus is de vraag van Menno, kan ik ook invloed uitoefenen op de vertering, de
enzymatische splitsing van eiwitten. Nou ja, eerst maar eens in mijn spijsverteringskanaal, maar dus ook in mijn spiercellen, want hij begrijpt. Ja, daar is dus nogal van afhankelijk of je spiercellen kunnen beschikken over aminozuren en of je spiercellen in staat zijn om uit aminozuren nieuwe aminozuurverbindingen, nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Nou, Menno, wanneer jij eiwitten, dat zijn polypeptiden, verbindingen van vele aminozuren in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, dan moeten deze verteerd worden. Dat wil zeggen, enzymatisch gesplitst worden tot kleinere delen aminozuren. Dat gebeurt met behulp van peptidazen. Peptidazen, dat zijn eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen. Dus spijsverteringsenzymen die specifiek de splitsing van eiwitten, polypeptiden tot kleinere delen mogelijk maken. En enzymen, ook dat zijn eiwitten. En die spijsverteringsenzymen, die peptidazen, die eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, zodra jij eiwitten, polypeptiden in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, zijn niet ook vanzelfsprekend daar aanwezig waar jij die eiwitten laat belanden. Want spijsverteringsenzymen, waaronder die peptidazen, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, worden elders in jouw lijf gevormd. Onder andere de kliercellen in de wand van jouw maag, de kliercellen in jouw alvleesklier en de absorptiecellen in het absorptiedeel, de borstelzoom van jouw darmen. Dat zijn de cellen die eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, proteasen, moeten vormen en dan na vorming ook wel moeten uitscheiden, want ze moeten daar naartoe, daar waar jij de eiwitten laat belanden die verteerd moeten worden. En dat is dus in jouw spijsverteringskanaal. Alle spiercellen in jouw lijf hebben ook een soort spijsverteringskanaal. Dat worden lysosomen genoemd. Lysosomen, dat zijn afbraak- en afvalblaasjes, verteerblaasjes, zeg maar, binnen in jouw spiercellen. En ook daar in die lysosomen belanden regelmatig eiwitten, polypeptiden. En die moeten dan ook eerst gesplitst worden, verteerd worden tot kleinere delen aminozuren in die lysosomen in jouw spiercellen. Maar ook die eiwitten die daar in die lysosomen belanden, gaan niet vanzelfsprekend verteerd worden, want daar is dus ook daar in die lysosomen zijn daar eiwitsplitsende enzymen voor nodig. En die zijn daar niet vanzelfsprekend in die lysosomen, die afbraakafvalblaasjes, verteerblaasjes binnen in jouw spiercellen, want jouw spiercellen zelf moeten die proteasen, eiwitsplitsende enzymen, eerst zelf vormen. En dat gebeurt elders in die spiercel. En dan vervolgens moeten die proteasen, eiwitsplitsende enzymen, moeten na vorming ook wel uitgescheiden worden naar daar waar de eiwitten die verteerd moeten worden aanwezig zijn. Dat zijn dus de lysosomen. Afbraak, afval, verteerblaasjes binnen in jouw spiercel. Dat is dus ergens anders in die spiercel. Nou, en dat vereist dus, hè, als jij eiwitten, polypeptiden in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, vereist dat dus eerst de vorming van proteasen en navorming ook wel uitscheiden daarvan door kliercellen in jouw maagwand, alvleesklier en de absorptiecellen in jouw darmwand. En als eiwitten in de lysosomen van je spiercellen belanden, dan vereist de vertering daarvan ook eerst de vorming van proteasen elders in die spiercel en vervolgens het uitscheiden van die proteasen richting daar waar die eiwitten aanwezig zijn, die lysosomen, afbraak, afval, verteerblaasjes van je spiercellen. Dus op het moment dat jij regelmatig eiwitten opneemt in jouw voeding,
en dus regelmatig eiwitten in jouw spijsverteringskanaal laat belanden. En ook regelmatig eiwitten in de lysosomen van jouw spiercellen belanden. Maar de vorming van proteasen en het uitscheiden van proteasen naar daar waar die eiwitten aanwezig zijn, dus jouw spijsverteringskanaal en die lysosomen van jouw cellen, verloopt niet goed. Dan gaan eiwitsplitsende enzymen niet aanwezig zijn. Daar waar die eiwitten aanwezig zijn, gaan eiwitten niet gesplitst worden tot kleinere delen aminozuren. Gaan aminozuren niet opgenomen worden in je darm, want in lijf gaan aminozuren niet opgenomen worden in de ribosomen en het endoplasmatisch reticulum van jouw spiercellen. Zijn jouw spiercellen niet in staat om nieuwe aminozuurverbindingen, nieuwe eiwitten, nieuwe spiereiwitten te vormen, van jouw spiercellen niet in staat zijn om schade aan spierweefsel te herstellen, omdat de eiwitten die jij in je spijsverteringskanaal hebt laten belanden en de eiwitten die in de lysosomen van de spiercellen zijn beland, niet verteerd hebben kunnen worden. En ja, dan kunnen er gewoon geen nieuwe eiwitten gevormd worden wanneer onverteerde eiwitten nog ergens anders in die cellen aanwezig zijn dan daar waar de vorming van nieuwe eiwitten plaatsvindt. Dus we moeten het gaan hebben over de vorming van proteasen, eiwitsplitsende enzymen door de kliercellen in je maag, want door de kliercellen in je alvleesklier, door de absorptiecellen in het absorptiedeel van je darmen en door je spiercellen. Want pas wanneer dat goed verloopt, de vorming van proteasen en het uitscheiden daarvan, dan kunnen eiwitsplitsende enzymen uitgescheiden worden naar daar waar eiwitten aanwezig zijn. In jouw spijsverteringskanaal, maar ook in die lysosomen van jouw spiercellen, kunnen die verteerd worden tot aminozuren. Kunnen je spiercellen beschikken over die aminozuren om nieuwe eiwitten te vormen, maar niet eerder dan dat. Jouw spiercellen zijn net als alle andere cellen in jouw lijf in staat om twee soorten processen uit te voeren. Katabole, afbrekende processen en ook anabole, opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van anabole, opbouwende en herstellende processen in en door je cellen, en we hebben het nu over je spiercellen, worden uit kleinere delen enkelvoudige moleculen, waaronder aminozuren, nieuwe verbindingen gevormd. Nieuwe verbindingen zoals aminozuurverbindingen, nieuwe verbindingen zoals eiwitten, nieuwe verbindingen zoals enzymen, dat zijn namelijk eiwitten, nieuwe verbindingen zoals proteasen, eiwitsplitsende enzymen. Die worden gevormd binnenin jouw spiercellen. Op een plek elders in die spiercellen dan daar waar die eiwitten die verteerd moeten worden aanwezig zijn. Want die zijn aanwezig in specifiek apart met een lipidemembraan omhulde verteerblaasjes, lysosomen. Dus die proteasen moeten na vorming ook wel uitgescheiden worden naar die lysosomen. En dat gebeurt met behulp van vesicles. Transport- en secretieblaasjes, dat zijn blaasjes die ook in het bezit zijn van een biologisch lipidemembraan, zodat het blaasje kan versmelten met het lipidemembraan van zo'n lysosoom. En met behulp van transport, eiwitten kunnen dan in de cel gevormde producten, dus ook die proteasen, eiwitsplitsende enzymen, uitgescheiden worden in dat lysosoom. En dan kunnen de eiwitten in dat lysosoom verteerd worden tot aminozuren. Kunnen je spiercellen beschikken over aminozuren om nieuwe eiwitten te vormen. Maar dus niet wanneer je spiercellen niet in staat zijn om anabole processen uit te voeren, nieuwe verbindingen te vormen, nieuwe verbindingen zoals eiwitten, eiwitsplitsende enzymen zijn eiwitten, proteasen, nieuwe verbindingen zoals vesicles, nieuwe verbindingen zoals transporteiwitten. Want dan gaan jouw spiercellen niet in staat zijn om de eiwitsplitsende enzymen te vormen en uitscheiden naar daar waar eiwitten aanwezig zijn die verteerd moeten worden. De lysosomen van jouw spiercellen gaan die eiwitten daar niet verteerd worden. Net als de eiwitten in jouw spijsverteringskanaal. Die gaan ook niet verteerd worden wanneer jij daar eiwitten laat belanden. Maar de kliercellen in je maag, want in je alvleesklier en in het absorptiedeel van je darmen niet in staat zijn om proteasen te vormen en uitscheiden.
En dan gaat spierherstel naar schade en spiergroei niet plaatsvinden, ook al heb jij regelmatig eiwitten opgenomen in jouw voeding. En die spiercellen in jouw lijf kunnen enkel die anabole processen uitvoeren, die dus eerst uitgevoerd moeten worden voordat eiwitten daar verteerd kunnen worden tot aminozuren, voordat die cellen uit aminozuren weer nieuwe eiwitten, nieuwe spiereiwitten kunnen vormen. Wanneer die cellen, die spiercellen, in het bezit zijn van vocht en bouwstoffen. Voldoende vocht en bouwstoffen. Maar een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat zijn alle vitamines. Dat zijn een heel aantal mineralen. Dat zijn een heel aantal spoorelementen. 9 specifieke aminozuren en 2 vetzuren. Dus op het moment dat jij regelmatig eiwitten, de bouwstenen van jouw spieren, opneemt in jouw voeding en in jouw spijsverteerskanaal laat belanden, maar jouw eiwitrijke voeding bezit onvoldoende vocht, bezit onvoldoende essentiële vitamines, bezit onvoldoende essentiële mineralen, bezit onvoldoende essentiële spoorelementen, bezit niet alle 9 essentiële aminozuren, bezit niet alle 2 essentiële vetzuren, dan zijn alle cellen in je lijf, dus ook de kliercellen in je maag, want de kliercellen in je alvleesklier, de absorptiecellen in je darmwand en je spiercellen, niet in het bezit van voldoende vocht en bouwstoffen die die cellen allemaal nodig hebben om proteasen, eiwitspitsen en enzymen te kunnen vormen, vesikels te vormen, transporteiwit te vormen, uit te scheiden naar daar waar eiwitten aanwezig zijn. Jij laat eiwitten in jouw spijsverteringskanaal belanden en eiwitten belanden ook regelmatig in de lysosomen van je cellen. Die eiwitspitsen en enzymen kunnen daar dan niet naartoe uitgescheiden worden. Die eiwitten gaan dus niet verteerd, niet enzymatisch gesplitst worden tot aminozuren. En dan, ondanks het opnemen van veel eiwitten in jouw voeding, gaan beschadigde spieren niet hersteld kunnen worden, want daar is eerst de vorming van nieuwe spiereiwitten in en door je spiercellen voor nodig. Maar dat kan niet wanneer eiwitten niet eerst in die cellen daar verteerd kunnen worden tot aminozuren. Dat als antwoord op je vraag.